Hallo kijkers van DigiAlley, mijn naam is Vince en vet dat je kijkt naar een nieuwe Sony Vegas Tutorials. Een nieuwe mijn serie op Jelle's kanaal samen met haar aan een video. Dit keer is het dus weer een Sony Vegas Tutorial. Wat wij vandaag gaan doen zijn effecten en chroma keys en allemaal dingen die je onder je video's kan doen. Dat ga ik allemaal laten zien. Voor de mensen die het zich afvragen, ik heb net gevoetbald. Voor de mensen die het zich afvragen, we hebben 3-2 gewonnen. Voor de mensen die het zich afvragen, ik heb 2 keer gescoord. Voor de mensen die het zich afvragen, was een hele spannende wedstrijd. Voor de mensen die het zich afvragen, was een bekerwedstrijd. Dus, let's go, we gaan door bekeren. En ook, we gaan ook door met het editen. Zoals jullie zien hebben we hier allemaal dingetjes staan en we gaan eens even zien wat dit is. Dit gaan we bewerken. Ik ga hem even afspelen. Ik ga het geluid zachter zetten, want ik weet gewoon dat het hard geluid is. Dus dan... En we willen bijvoorbeeld... even kijken... Daar willen we een effect, dat hij hier kijkt, dat hij zo van dit beeld over naar dit beeld gaat. Dat is heel makkelijk te doen. Je gaat gewoon naar YouTube en je typt gewoon in free film burns en je krijgt allemaal effecten. Ik heb deze en ik gebruik, kijk, je hebt er allemaal verschillende. Deze gebruik ik bijna nooit. Ik gebruik die meestal die wat erna komt. Dat is deze. Dan ga ik kijken, hier is hij nog zwart. En dan hoppa. Want die duurt wat korter, dus dan is dat ook makkelijk. Doe Ctrl-Shift-Q. Dan krijg je een nieuwe layer. Kan je ook met rechtermuisknop doen en dan weg. Maakt niet uit. Doen we zo, hoppa. Nu wil je deze ding weg, want dat ziet er verwarrend uit. Klik hier op deze audio track, duw je op U. Dan delete en dan heb je hem weg. Even kijken wat het moment was. Hier is dat. En dan willen we hier hebben. Zo, en dan pakken we dus dit ding en dan zetten we dat gewoon hier neer. En dan krijg je eigenlijk dit. Ziet het ziet er nog niet uit, maar we kunnen het wel uit laten zien. Je duwt hier en dan add en dan krijg je dit. En dan kan je hem in slow motion zetten. En je kan hem verminderen door die voetjes. Ik vind dit er op zich wel mooi uitzien. Dus dat is één. Stel je wil dat hij hier afsluit en dan wil je dat hij afflasht, dat er een flash in beeld komt. Ga je naar hier naar transitions, hier een flash en dan heb je allemaal verschillende flashes. Ik gebruik meestal gewoon deze. En ik gebruik meestal de rode kleur, dat vind ik altijd wat mooier. En dan ziet dat er zo uit. Zie je, het wordt een beetje rood en dan... Ik kan hem ook kleiner maken. Dus dat is één. Je kan nog meer doen... ik zal dat ook laten zien. Stel dat iemand scoort en die wil een explosie toevoegen. Je ziet hier, maar dat is al geadd. Dus dat moeten we niet hebben. Doe je Ctrl-Shift-Q en dan ziet dat er normaal zo uit. Dit is een onvervalste hat-trick. Maar ja, hoe krijg je die greenscreen weg? Heel makkelijk. Je gaat hier naar Video FX en dan ga je naar Chroma Key. Dat voelt. Je gooit hem erop. Je gaat erheen. En dan maak je hem. Klik je erop zo en dan kan je dan nog wat meer kijken en dan krijg je eigenlijk dit. Is dit 3-0? Dit is 3-0
En het is weer Tanane. Dit is een onvervalste hat-trick. Dus dat is ook makkelijk. Kan je gewoon explosie greenscreen op YouTube intypen en dan krijg je dat. Ik heb hier heel veel in slow motion ook gewerkt. Stel je wel deze goal in hier, wat ik hier daar, dat slow motion. Kan ik misschien ook nog laten zien. Ja, dit. Dat was mooi in slow motion en toen wel niet. Nou, wat je dan doet is, hier heb ik dat mooie moment van. Kijk, dat mooie moment willen we in slow motion zetten, dus dan. Scoort hij hier, heeft hij gescoord, dan duw je, hou je control in en dan sleep je hem naar rechts. Dus dat is uit, even vergroten en dan verkleinen is, dat is in versnelling. En dan, dit is slow motion. Het geluid kan je ook mooier maken. Laat ik taak zoeken. Zo, so, ik kan ook het geluid vervormen, stel ik wel hier. De vrije trap is voor Hansen, ja! Hansen met de hak! Hansen met de hak, kijk je wel dat properties. En dan ga je, ja, je doet rechtermuisknop, properties. En dan ga je naar classic en dan wil je een zware stem, dan doe je bijvoorbeeld min 5 en dan klinkt het zo. De vrije trap is voor Hansen, ja! Hansen! Of je wil een hoge stem, dan doe je gewoon 7. Kijk, dan kan je daar ook gewoon mee spelen en dan weet ik niet wat allemaal. Dus dat is eigenlijk wat ik jullie al wil laten zien. Hebben jullie suggesties met wat jullie nog willen weten over Sony Vegas? Laat dat zeker weten in de reacties achter. Ook of jij de video leuk vindt, laat dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer op Jelle zijn kanaal. Weg naar de 200 abonnees alweer bijna. Houd ook de random video in de gaten die ik elke woensdag maak. En dan zal ik zeggen tot woensdag. Jongens, later.